Ik sta nu bij de kussentjes en zo. En ik vind het zelf altijd een heel erg leuk idee om hier een cadeautje mee te maken. En dan dus de stokjes erin. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en ik ga jullie vandaag meenemen naar de Action. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het kanaal van Action. En dan gaan we nu richting de winkel. Oké, jongens, wij zijn aangekomen bij de Action. En ze hebben hier dus altijd zo'n kop met allemaal weekacties. En deze vind ik al meteen heel erg leuk. Dit zijn dus van die amuse sets. Ho, zo. Dus ik denk dat deze al meteen meegaat. En deze is €3,99. We staan nu dus even bij deze kerstbomen. Wij hebben dus toevallig deze thuis. Die ga ik deze week hier opzetten. En deze is 180 centimeter. En zeker als je hem gewoon goed versiert, ziet hij er gewoon heel erg mooi uit. Dus dit is ook zeker een aanrader. En natuurlijk voor dit geld echt niet duur. Ik vind dit er ook mooi uitzien. Ik weet niet precies wat het is, maar het heeft een beetje zo'n marmeren uitstraling. Oh, kijk, het is zo'n kastje. Dus dezelfde als hiernaast. Deze is €7,95. Ik heb hem niet nodig nu, maar ik vind hem wel heel mooi uitzien. Ik sta nu bij de glazen en voor degenen die het niet weten, wij zijn dus een huis aan het verbouwen. En we hebben dus ook letterlijk alle spullen nieuw nodig. Dus ik ben nu even aan het kijken bij de glazen. Ik vind sowieso deze er best wel vet uitzien. Deze zijn €1,38. Deze zijn €0,99, maar er zit dus een gouden rand op. Ik weet niet precies waar die staan. Ik vind deze ook heel erg leuk om als waterglas te gebruiken. Die is €1,99. En misschien moeten we ook wel gewoon iets van een leuke kan hebben. Ik ga ook even kijken welke ik precies het mooiste vind. Want ze hebben dus ook allemaal verschillende motiefjes erop. Ik heb zelf dus thuis ook zo'n sieradendoos, zo'n velvet. Voelt ook heel erg fijn. Ik heb hem zelf in het grijs en die van mij thuis iets groter. Maar ik vind deze ook wel heel erg leuk. En hier zit dus ook een spiegel in. Altijd als ik bij de Action ben, mag ik één kaars voor mezelf meenemen. Want anders koop ik er veel te veel. De vorige keer had ik dus deze van Airwick. Deze heeft een houtgeur. Ik vind deze heel lekker ruiken en deze is €1,99. Deze heb ik trouwens ook ooit een keer gehad. Heel lekker. Maar ik ga dus even kijken welke het deze keer gaat worden. Oh jongens, ik denk dat ik gewoon zo groot meeneem. Als ik er dan toch maar één mag voor mezelf. Deze is ook wel leuk. Ik sta nu bij de kussentjes en zo. Ik vind deze ook heel erg mooi. Kijk dit even. En dit vind ik ook een hele gave kleur. Alleen past het helaas echt niet bij onze inrichting. Maar voelt ook heel erg zacht. We hebben hier dus nog meer kaarsen. Ik vind deze er ook heel erg gaaf uitzien. Kijk, deze heet Sandalwood. Deze heet Black Musk. En die zijn dus €6,79. Maar helaas heb ik al een kaars, jongens. En dit is dus precies de reden waarom ik er maar eentje mag. Ik sta nu bij de gourmetplaten en de vorige keer hadden ze dus hele leuke met dus allemaal kleine rondjes. Dan krijgt iedereen gewoon een klein plaatje. En ik dacht dus echt van oké, ik ga daar deze keer voor kijken. Maar ze zijn gewoon al helemaal uitverkocht en dat is niet heel lang geleden. Dus blijkbaar vonden meer mensen ze leuk. En ik vind de wijnglazen bij de Action er ook altijd echt wel luxe uitzien. Dit zijn dus rode wijnglazen en dit zijn witte wijnglazen. En die zijn dus €3,99. Ik vind dat echt niet duur. Wow, kijk deze partypopper. Dit is echt helemaal al leuk voor nieuwjaar natuurlijk. Oeh, ik heb hier nog niet eens over nagedacht wat ik met nieuwjaar ga doen. Jongens, zoals je ziet ben ik weer thuis en ik ben echt goed geslaagd bij de Action. Ik ben gewoon thuis gekomen met twee tassen vol. Dus we gaan gewoon meteen kijken wat ik allemaal gevonden heb. Allereerst heb ik natuurlijk de amuse set meegenomen.
Deze dus. Ik heb die 2 keer meegenomen. En hier thuis houden we heel erg van tapas eten en tapas avondjes doen. En dan kan je dit gewoon nooit genoeg hebben. Er zitten dus schaaltjes bij en dus van die glazen bakjes en van die lepeltjes. En dan kan je er gewoon allemaal leuke kleine hapjes in doen. Deze heb ik er dus 2 meegenomen. En deze waren €3,99 per stuk. Dus ik weet zeker dat deze goed van pas gaan komen. Het volgende wat ik heb meegenomen is deze champagnekoeler. En hij maakt een beetje herrie door de ringetjes hier aan de zijkant. Ik denk dat de meeste mensen dit wel kennen. Hier doe je gewoon ijs in en dan drinken. Bijvoorbeeld champagne dus. Of wijn of bier. En dan blijft gewoon je drinken koud. En ik vind het zelf altijd een heel erg leuk idee om hier een cadeautje mee te maken. Binnenkort hebben we dus weer een housewarming. En dan zet je hier dus een fles drinken in. We doen er misschien nog glazen bij. Leuk cellofaantje eromheen. En dan heb je gewoon een veel luxer cadeau dan als je gewoon alleen een fles wijn bijvoorbeeld zou geven. Dus ik vind het echt wel heel erg leuk. En deze was ook maar €2,99. Dus ik weet zeker dat het een mooi cadeautje gaat worden. Dan heb ik ook nog 2 rollen cadeaupapier meegenomen voor de kerst. Dit is een soort metallic papier. En ik vind dat altijd wel een leuke uitstraling geven aan je cadeautjes. En ik heb dus voor deze 2 gekozen. Ik moet zeggen dat ze er echt nog veel meer hadden. Het volgende wat ik heb meegenomen is, ja, nou, ik weet het wel zeker, is mijn mooiste aankoop van vandaag. Ik ben hier heel erg blij mee. De mevrouw bij de kassa had het ook helemaal ingepakt. Namelijk deze schaal. Dit is dus een gouden schaal. Hij ziet er heel gaaf uit. Het is een soort afgewerkt met een soort lakglans. Dit is dus de voorkant. Hij heeft een beetje een opstaand randje. En dit is dan de achterkant. Ja, jongens, ik zie gewoon dat hij op camera lang niet overkomt hoe mooi die dus in het echt is. Hij ziet er gewoon heel luxe uit. En ik weet zeker, als je aan iemand zou vragen hoe duur schat je dit ding, dat diegene veel duurder zegt dan €5,95, want zo duur is die dus. Ik ben hier heel blij mee en ik weet zeker dat het leuk gaat staan in het nieuwe huis met kaarsjes en ja, ik weet nog niet wat ik op ga zetten. Maar dat is dus deze. En zoals jullie al konden zien in de winkel, stond ik ook bij de glazen te kijken. Deze zijn ook mooi ingepakt. Ik heb dus uiteindelijk allemaal voor hetzelfde motiefje gekozen. En dat is dus dit motiefje met allemaal van die lijnen erop. Deze waren dus €1,38 per stuk. Ik kan mezelf alleen echt voor mijn kop slaan, want ik stond dus bij die wijnglazen. Bij de witte wijnglazen en rode wijnglazen. En ik heb ze dus uiteindelijk niet meegenomen. Ken je dat gevoel? Dat je dan zo daarna zit van oké, had ik het maar wel meegenomen? Dat heb ik nu dus. Dus ik denk dat ik nog even terug ga voor die glazen. Want ik weet zeker dat het ook wel leuk is om deze dan bijvoorbeeld als waterglas te gebruiken. En dan naast zo'n wijnglas te zetten. Ja. Ik moet dus nog even terug naar de Action. Ik heb natuurlijk ook een kaarsje meegenomen. Uiteindelijk ben ik gegaan voor de Airwick Apple Crumble geur. Als je nog een goede geur zoekt voor de winter. Dit is echt de perfecte wintergeur voor mij. Ja, hij ruikt best wel erg naar kaneel. En dus ook een beetje naar appel. En deze was dus €1,99. Sowieso ruikt hij ook gewoon al lekker op je kamer als je hem gewoon neerzet. Want dit ding ruik je ook als die niet aanstaat. Maar weer een kaarsje erbij, jongens. Helemaal leuk. Deze zijn trouwens ook van de Action. Die is van de Action. Ik ben echt verslaafd aan kaarsen van de Action, zoals je kan zien. En ik heb ook nog wat dingetjes meegenomen van de beauty afdeling. Allereerst deze watjes. Ik vind zelf dus die grotere watjes echt heel erg fijn. Omdat je daar meer product op kan doen dan op die kleine watjes. En deze was €0,69. En daarnaast dus dit maskertje van Garnier. Ik vind dat ze bij de Action altijd hele fijne maskertjes hebben. Deze heet Nutribom en volgens mij is het ook een nieuw soort masker. En dat is dus deze. En deze was €0,99. Dan gaan we door naar deze grote gouden koker. En hierop staat dus Luxe en Living. Het is een home fragrance. En dit is met de geur Glow, denk ik. Volgens mij heet het gewoon Glow. En ik denk dus dat hier allemaal van die stokjes in zitten. Hier zit trouwens ook dus zo'n sticker op dat je hem dus al in de winkel kan ruiken. Ik vind het altijd wel fijn. Want dan weet ik meteen dat hij lekker ruikt. Ik vond het er ook gewoon zo gaaf uitzien. Dat ik dacht, ik moet dit gewoon hebben. Oh jongens, deze zit goed verpakt, man. Ja, kijk, er zitten dus... Oh, dit is wel mooi. Er zitten van die zwarte stokjes bij. En dan moet ik even kijken hoe ik dit eruit ga krijgen. Oh, ik ben bang dat ik het... Oh nee, kijk. Oké, dit ziet er wel mooi uit. Ja, ik ga hem gewoon maar meteen in elkaar zetten, denk ik. Dit is dus uiteindelijk de buis waar je hem dus inzet. En wat je dus in je huis neerzet. En dan gaan we dit openmaken en hier ook de stokjes in doen.
Oh, ik vind het heel lekker ruiken. Oh, dit ruikt echt goed. Ik denk dat hier je huis heel fris van gaat ruiken, zeg maar. Dan zet ik dit ding erop en dan dus de stokjes erin. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik denk dat dit echt heel vet gaat staan hier op mijn kamer. Hij is dus echt groot, zoals je kan zien. Zo ziet hij er uiteindelijk uit. Volgens mij is hij gewoon bijna net zo groot. Ja, hij is gewoon precies even lang als de buis, omdat natuurlijk de stokjes even lang zijn. Ik kan echt niet wachten totdat dadelijk die stokjes natuurlijk helemaal gaan ruiken, omdat die natuurlijk de vloeistof opnemen. Ik vind het er heel vet uitzien. Voordat ik het vergeet te zeggen, deze was trouwens €4,99 en natuurlijk ook top om als cadeautje te geven. En dan gaan we door naar het laatste product wat ik heb meegenomen. En de mensen die vaker naar mijn video's kijken, die weten wat er nu gaat komen. Want ik loop nooit de Action uit zonder ook iets te eten te kopen. En deze keer ben ik gegaan voor de Milka Oreo Minis White. Volgens mij is dit nieuw. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Ik moet ook zeggen, ik vind het altijd heel leuk om bij de Action door het eetpad te lopen, om het zo maar te noemen. En daar dus te kijken bij het snoep, bij het eten. Ik heb ook het idee dat ze steeds meer aan het uitbreiden zijn. Ze krijgen steeds meer nieuwe merken erbij. En dus ook vaak nieuwe producten. En dat is deze volgens mij ook. Ik denk dat dit zeker lekker gaat worden in ieder geval. En deze was €1,49. Dit was dan mijn Action shoplog. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Laat dan zeker even een duimpje achter. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie het leukste product vonden wat ik vandaag gekocht heb. Laat het zeker even weten in de reacties. En dan hopelijk tot de volgende keer. Oh ja, en vergeet je trouwens ook niet om te abonneren op het kanaal van Action. En als je natuurlijk ook wil op mijn kanaal. Nu ga ik echt afsluiten. Doei!